Hi en welkom terug bij deze nieuwe video op mijn kanaal. Het heeft een tijdje geduurd voordat ik weer een video maak, in dit geval deze video. Ik heb even een tijdje rust genomen. Ik had het echt ontzettend druk aan mijn hoofd. Waardoor ik even minder tijd had en minder energie had en voelde om video's te maken. En nu voelde ik weer lekker het idee bruisen om een video te maken. En deze keer is dat hoe je jezelf kunt reinigen van negatieve energie. En dit is iets waar ik de laatste tijd zelf best wel mee aan het struggelen was. Ik merk dat ik heel veel emoties vaak van andere mensen overneem. Dat ik moeite heb om die emoties, als het ware, om mezelf te beschermen tegen de emoties van anderen. Dus als je een gesprek hebt gehad met iemand anders en je merkt van, je hebt toch emoties overgenomen van de ander. Hoe zorg je er dan voor dat je die emoties zo snel mogelijk weer loslaat? Want het zijn niet jouw emoties. Het gevaar ligt er heel erg in, of schuilt er heel erg in, dat als jij die emoties tot je neemt, dat je kunt gaan denken dat de emoties van jou zijn en dat jij je verantwoordelijk kunt gaan voelen voor de emoties van een ander. En dat hoeft niet. Dat is niet van jou. Dat mag je loslaten. Dus je mag heel erg goed, je mag proberen om echt bij jezelf te blijven en te voelen van, hey, wie ben ik? Welke emoties horen er bij mij? Wat is van mij? En wat is van de ander? Welke emoties zijn van de ander? En hoef ik dus niet te dragen? Wellicht ben je bekend net als mij met Human Design. Kijk je Human Design chart eens na, zou ik zeggen. Want als jij een open solar plexus hebt, als je je kaart ziet, je kunt trouwens je gratis kaart opvragen gewoon even bij Google. Free Human Design chart. Dan word je naar humandesign.nl of .com gestuurd of zo. En dan kun je je gratis kaart opvragen. En de solar plexus, die staat daar heel erg in verhouding mee. Met de emoties van anderen kunnen opnemen. Emoties van anderen worden dan namelijk komen twee keer zo sterk bij jou binnen. En dat maakt jou eigenlijk gelijk al een hooggevoelig persoon. Dus daar kun je dus mee struggelen. Heb je kaart nou voor je, dan is dat het rechter driehoekje in de kaart, zeg maar. Dus je hebt de chakra zo en dan heb je er hier nog twee en dan de rechter is de solar plexus. Maar goed, dat is dus even het linkje met Human Design. Dat is super interessant, vind ik zelf althans, om te weten. Ik heb zelf een open solar plexus en daarnaast heb ik een hanging gate 19 actief. En 19 is is eigenlijk wel de gevoeligste poort die je actief kunt hebben in Human Design. En heb je die twee dus actief, heb je zowel poort 19 actief als een open solar plexus, dan kan ik jou garanderen dat je echt hoogsensitief bent, hooggevoelig bent, heel erg gevoelig in ieder geval bent. Voor sferen, voor de energieën, noem het maar op. Dus mocht je willen weten, hey, hoe kan het dat ik me zo voel? Kijk je Human Design chart eens na en wellicht kun je daar antwoorden uithalen. Maar goed, hoe ontdoe je jezelf nou natuurlijk van die energie en hoe ga je daarmee om? Mijn allereerste tip is om jezelf te reinigen met Palo Santo hout of met witte salie. Je steekt simpelweg gewoon Palo Santo hout aan of witte salie en vervolgens ga je jezelf daarmee reinigen. Dus je zet de intentie uit dat je jezelf wil ontdoen van alle negatieve energie, van alle negatieve emoties. Gewoon überhaupt jezelf wil schoonmaken, energie wil opruimen. En jouw intentie is enorm krachtig. Als jij hoofdpijn hebt, even als voorbeeld, en je zet de intentie uit dat jij licht straalt naar je hoofd, rust straalt naar je hoofd. In heel veel gevallen gaat je hoofdpijn dan vanzelf over. En dat heeft alles te maken met jouw intentie. En je intentie is dus eigenlijk de kracht van jouw brein. Die onderschatten we heel erg vaak, maar jouw brein is super krachtig. Mijn tweede tip voor je is edelstenen. Edelstenen zijn enorm krachtige mineralen met hele hoge frequentie aan energie. Edelstenen zijn er in allerlei kleuren, soorten en maten.
Met name wanneer je aan de slag gaat, bijvoorbeeld met emoties, ja, dat je die eruit wil hebben, wil clearen, dan gebruik ik zelf altijd edelstenen met een punt. En je rechterhand staat voor de energie die naar binnen stroomt en je linkerhand staat voor energie die weer naar buiten stroomt. En wat ik dan doe is dat ik dus op mijn rechterhand een edelsteen leg met ja, de punt naar binnen als het ware. In dit geval heb ik een seleniet gebruikt. Seleniet is ervoor, ja, is eigenlijk een hele gangbare steen. Zorgt voor energie clearing, zorgt voor energie opladen. Kan dus eigenlijk zowel ontladen als opladen. En ja, is eigenlijk een hele veelzijdige steen die je hier dus ook heel erg perfect eigenlijk voor kunt gebruiken. En op mijn linkerhand heb ik een bergkristal gebruikt. En met de bergkristal heb ik ervoor gezorgd dat de punten naar buiten toe wijzen. Dus dat de energie gewoon lekker kan stromen. En op deze manier zorg ik ervoor dat er nieuwe energie in mijn systeem komt en oude energie weggaat. En met name dat eigenlijk mijn lichaam, mijn systeem dus gereinigd wordt van energie. En dat eigenlijk alles wat een negatieve energie heeft of een lage frequentie qua energie heeft, dat dat in het licht gezet wordt en op die manier dat dat dus gewoon weg kan vloeien. De derde is ook een hele fijne tool die ik gebruik. Laatste tijd niet zo vaak meer, maar deze wil ik je echt niet onthouden. Ik heb hem van Maaike van Reenen. Ik heb haar cursus gevolgd over manifesteren. Of een meester in manifesteren en daarin kwam ik hem tegen. En dit is de bal van bewustzijn. En met deze bal zorg je er eigenlijk voor dat je ja, bewustzijn in je systeem creëert, maar tegelijkertijd ook dat je negatieve emoties dus kunt loslaten of shit die jij niet meer bij je wil dragen het universum instuurt. Wat je gaat doen is, je gaat gewoon zitten op een rustige, in een, ja, rustige ruimte. Gewoon tijd voor jezelf, zoals eigenlijk bij de rest van de tips ook. En je visualiseert dan een bal voor je. Dus ik heb hier nu een bal tussen mijn handen. Je ziet hem niet, want energie is niet altijd zichtbaar. Ik voel hem wel, daar gaat het om. Dus voel echt de energie die tussen je handen stroomt. Je voelt als het ware ja, een soort krachtveld, een soort, ja, je voelt energie tussen je handen. Wat je dan gaat doen is dat je met deze bal bij je voeten begint. En dan zorg je er dus voor dat het een bal van bewustzijn is en dat je dus met die bal door je lichaam heen gaat. En voel heel erg duidelijk in jouw lichaam waar zitten blokkades. Welke plekken blijf je hangen? Welke plekken hebben meer aandacht nodig? Welke plekken ja, willen echt gereinigd worden van energie? En als je merkt, dat merk je vanzelf als je echt intuned op je gevoel. Dan merk je op een gegeven moment, oké, nu is het klaar. Nou kun je weer doorgaan en dan ga je zo je hele lichaam af. Dus je gaat ieder been voor zich af. Vervolgens ga je naar boven, naar je romp toe. Ik heb vandaag een craniosacraal therapie gehad. Dus bij mij is het nou lekker, stroomt het lekker weer. Dus ik heb niet echt blokkades op dit moment. Al voel ik dat hier ook nog echt wel wat zit. Niet zoveel, maar wel dat mijn aandacht daarheen getrokken wordt. En dan blijf je eigenlijk gewoon wachten totdat het oké is. Dat voel je vanzelf. Dan voel je weer dat je door kunt als het ware. Dat doe je ook bij je armen. Naar je hoofd toe. Ik merk vaak dat het hoofd ook echt wel wat meer aandacht nodig heeft. Veel gedachtes, veel. Je hoofd is echt een druk gebied vaak. We zitten vaak in ons hoofd. Dus daar blijft die bij mij ook best wel vaak hangen. En als je dan merkt, hey, de bal is voldaan, de bal is vol. Mijn lichaam is leeg qua blokkades, qua negatieve energie. Dan zend je de bal, hop,
naar boven, naar het universum toe. Het is niet meer van jou, je hoeft het niet te dragen. Je mag het met liefde naar het universum sturen. Wordt gereinigd, hoef jij je niet meer druk om te maken. Het is voor jou als levend wezen belangrijk dat het stroomt. En dat je energie vanuit de aarde in je opneemt. En energie ook weer laat gaan die je niet meer nodig hebt. Tip nummer 4 is de tip met zwaarden. Die moet ik even uitleggen natuurlijk weer. Dit gaat erover dat je gaat zitten. Dat je heel erg naar binnen keert. En dan voel je jezelf zitten. Je ziet jezelf zitten. Dus je tunt eigenlijk een beetje uit. Je distancieert jezelf een beetje van jezelf. Dus ik zie mijzelf nou zitten op deze stoel. Wat ik dan ga doen is dat ik veel verder soort van ga uittunen. Dus ik ben fysiek nog hier. En energetisch ga ik naar het universum toe. Dus ik ga steeds hoger met mijn energie of met mijn aandacht. Verder weg van de aarde af. Dus dan zie ik mijzelf nog in dit huis. Dan ga ik nog hoger. Dan zie ik de straat. Zie ik het dorp waarin ik woon voor me. Dan ga ik nog wat verder. Zie ik de aarde. De rest van de planeten. En ik hou nog steeds een lijntje met mezelf natuurlijk. En als ik dan heel ver in het universum aangekomen ben, dan voel ik aan mezelf lijntjes. En die lijntjes, dat zijn mensen die energetisch aan jou vastzitten. Het kan zijn dat je iemand gesproken hebt en dat jouw aandacht bij diegene is nog. Of dat geldt natuurlijk ook vice versa. Dus wie weet zit diegene nog met zijn of haar aandacht nog bij jou. En doordat diegene nog met zijn of haar aandacht bij jou zit, is er een lijntje. En kan het dus zo zijn dat jij energetisch leegloopt. Dus wat je wilt doen, is je eigenlijk ontbinden van alle lijnen. Je bent een volwaardig, volwassen mens. Iedereen heeft zijn eigen energie, zijn eigen leven. Het is aan jou om jouw leven te leiden, niet het leven van iemand anders. En dat geldt voor iedereen op aarde hier. Dus wat je mag gaan doen als je visualiseert dat je helemaal in het universum bent, is dat je een heel groot zwaard pakt en je gaat als het ware, zweep je dat zwaard om je heen en doorbreek je alle koorden die je voelt. Het maakt verder niet uit met wie die koorden zijn. Je knipt ze of ja, je slaat ze met je zwaard als het ware allemaal door. Het kan zo zijn dat er koorden zijn die je niet met het zwaard doorgeknipt krijgt. Dan zijn dat met name koorden die gewoon echt, dat iemand zich aan jou probeert vast te klampen. Wat je dan gaat doen is dat je jezelf een hele grote schaar visualiseert. Met die schaar knip je het koord door. En die schaar die werkt vrijwel altijd. Als het zwaard niet helpt, werkt de schaar. Soms moet je misschien nog even iets harder knippen, iets vaker knippen. De schaar werkt eigenlijk altijd. En dan op een gegeven moment merk je, hey, ik ben weer een op zichzelf staand mens, vrij mens. En ik ben ontdaan van koorden. En dan kun je weer terug naar je lichaam toe. Dus dat is ook nog een tip. Mijn vijfde tip gaat over zuchten. Dit is eigenlijk een korte, snelle tip. Die je eigenlijk gewoon al kunt toepassen in je dagelijkse leven. En merk je gewoon dat het gesprek wat zwaar is. Dat je merkt van, het grijpt je aan. Hè? Dus dat je al echt met je emoties, dat je met je energie eigenlijk bij de ander zit. Ik doe het echt zo, want vaak merk je ook, moet je maar op je lichaamshouding gaan letten. Vaak zit je ook dan zo echt met je energie naar de ander toe. Wat je dan kunt doen sowieso is meer naar achter gaan leunen en meer gaan ontspannen. Dan merk je al dat de energie wat meer afketst, zeg maar, of wat meer langs je heen gaat. En zuchten. Zucht maar eens gewoon. En niet zozeer van, weet je wel, dat je iemand beu bent of zo. Of dat je de situatie vervelend vindt. Want dan ben je eigenlijk al over je grens heen. Maar zuchten gewoon van,
hè, weet je wel, laat het maar van je afgaan. Laat het maar van je afstromen. Laat het van je afglijden. En vaak als jij zucht, dan kan de ander zich ook misschien wat meer ontspannen voelen. Zo van, poeh, hè, wow, wat een last, weet je wel. Of wat een relief. Het is echt pure opluchting. En dat kan zowel dus voor jou werken, als voor de ander ook waarmee je in gesprek bent. Dus voel je niet bezwaard om dat te doen. Het helpt echt heel erg vaak. Als allerlaatste tip wil ik je nog meegeven wat je ook kunt doen, is je handen wassen onder koud water. Dat schijnt ook heel erg te helpen. Die tip hoor ik de laatste tijd heel erg, dus daar ga ik zelf mee aan de slag om dat uit te proberen. Koud water vooral en je handen daaronder laten stromen als het ware. Het water zorgt voor afvoer van energie. Wat je vaak ook hoort is, of de tip die ook vaak gegeven wordt, is ga douchen als jij helemaal vol zit met energie. Ga lekker douchen, zorg ervoor dat je echt voelt en merkt dat de energie van je afgespoeld wordt. Dat maakt je vaak ook echt een stuk lichter. Dan heb ik verder eigenlijk nog andere tips. En dat zijn eigenlijk een beetje preventietips. Ik ben echt super erg fan van edelstenen. Ik heb hier in mijn linkerhand de zwarte tourmaline. En in mijn rechterhand heb ik een labradoriet. Labradoriet is een beschermende steen. Voornamelijk ook voor hooggevoelige mensen. Beschermt heel erg. Laat je ook echt in je ziel kijken. Maar hij zorgt er ook echt voor dat jij een beetje een beschermende aura om je heen krijgt. En dat de energie wat meer afgeketst wordt als het ware. Dus niet in jou doordringt, maar meer als een beschermlaag dient die heel erg. En ik vind deze combinatie is voor mij echt goud gewoon. Omdat zwarte tourmaline dus ook echt voor zorgt dat die negatieve straling en negatieve energie lage frequenties tegenhoudt. Nou, deze zorgt er bij mij echt voor dat shit als het ware echt uit mijn buurt blijft. Dat toxiciteit, negatieve vibes, dat gaat als het ware echt een beetje langs me heen. Dus ja, echt ga deze combinatie proberen, zou ik zeggen. Voor mij werkt die echt heel erg goed. Wat ik zelf ook heel erg prettig vind, zijn van die aura sprays. Deze zijn van de Groene Linde. Ik kwam een setje tegen, speciaal voor HSP. Het HSP setje heette het, ook om uit te proberen, een proefsetje. En daar zit in een clean energy, een moeder aarde en een bescherming. En ik vind dit setje zo fijn. Ik werk als coach heel veel met mensen. Ik doe nu ook craniosacraaltherapie, ben ik mee bezig met de opleiding. Dus ik kom heel vaak in aanraking met mensen en ik wil echt mijn eigen energie daarin beschermen. Sowieso nog een tip is, ga ook de natuur in. Zorg ervoor dat je echt tijd voor jezelf hebt en dat je echt weer in je eigen energie kunt komen te staan. En echt voldoende tijd voor jezelf inlassen is heel erg belangrijk. Ik merk dat met name omdat ik zelf ook introvert ben. Dus ik als ik alleen ben. Dus het is voor mij zo dat ik meer energie, dat sociale situaties mijn energie kosten. En niet dat ik het daardoor niet leuk vind. Ik vind het hartstikke leuk om met mensen in gesprek te zijn. Maar het kost mij wel gewoon energie. Daar kom ik heel eerlijk voor uit. En dan is het voor mij dus heel erg belangrijk als introvert om gewoon weer lekker alleen terug te trekken met een boekje of gewoon lekker de natuur in. En op die manier laat ik op. Dat is super belangrijk. Dus ben je net als mij ook introvert, hooggevoelig, tijd alleen, echt plan die voldoende in. Ik plan eigenlijk net zoveel tijd alleen in, ongeveer als dat ik tijd met mensen samen heb. Dus als ik een uur met iemand gespendeerd heb, staat daar tegenover dat ik weer een uur voor mezelf ook ga spenderen. En niet achter de computer duiken of op mijn telefoon ga zitten, want dat zijn eigenlijk voor mij dingen die ook energie kosten. Maar echt dingen doe waar ik zelf energie van krijg en waar ik van oplaad. Maar goed, dus aura sprays kunnen daar ook heel erg bij helpen. Met name de clean energy. Gewoon als je even in gesprek bent geweest met iemand, even daarna gewoon sprayen. En je merkt gelijk weer dat de wat zwaardere laag van je afgaat, zeg maar. Bescherming kun je natuurlijk gebruiken voordat je ergens heen gaat. En dan nog moeder aarde, die is gewoon heel erg fijn. Om gewoon te gebruiken, al zou ik hier gewoon alleen zitten. Gewoon, die zorgt er ook echt voor dat je grond en goed in je lijf blijft.
geaard blijft en bij je eigen energie kunt blijven. Dus echt, dit zijn echt aanraders voor mij. En dat zijn mijn tips voor jou. Het zijn er nogal wat. Ik hoop dat je er wat aan gehad hebt. En laat het me vooral even weten. Misschien heb jij nog tips voor mij, voor anderen die deze video zien. Laat dat natuurlijk ook weten. Laten we elkaar helpen. Dat is natuurlijk super fijn. Je weet uit eigen ervaring waarschijnlijk wel hoeveel last je ervan kunt ondervinden als je emoties van anderen overneemt. En ik hoop dat je iets gehad hebt in deze video. Dankjewel voor het kijken en ik zie je heel graag weer volgende keer terug bij een nieuwe video. En mocht je natuurlijk nog video-ideeën hebben, laat me dat ook zeker weten. Bye bye!